Aangeschoven, onze chef, Michael Corneef. Michael, je hebt je twee boeken meegenomen, zoals iedere week. Een nieuw boek en een al wat eerder verschenen boek. Twee boeken dus, met hetzelfde thema. Het is, ik zie het, de nieuwe roman van Margriet de Moor. Ik heb hem nog niet gelezen. De Schilder en het Meisje. Ja. En het oude boek is De Dagen van Lazarus, van Alexander Hemon. En in die boeken volgen wij twee jonge mensen die op zoek gaan naar geluk vanuit een ander land, als immigrant naar een nieuw land trekken en daar helaas uiteindelijk met de dood moeten bekopen. Margriet de Moor situeert haar verhaal in het jaar 1664. Yeah. En Alexander Hemon, dat speelt zich af in 1908. Ik zal beginnen met Margriet de Moor, de Schilder en het Meisje. De Schilder, dat staat eigenlijk voor... Rembrandt, hè? Ja, hoewel ze het zelf liever niet zo wil zeggen. Zij noemt hem ook helemaal geen enkele keer Rembrandt. Het gaat wel over Rembrandt, maar ze wil hem zo niet noemen. Want, zegt zij, in de tijd dat mijn verhaal speelt, was hij nog helemaal niet zo beroemd als wij hem nu inmiddels kennen. Toen kende niemand Rembrandt. Zij wilde hem niet opzadelen met al die beroemdheid. Dus het is gewoon de Schilder. En tegelijkertijd, het meisje is een Deens meisje van 18 jaar oud, dat uit de omgeving van Aarhus naar Amsterdam trekt om daar een betrekking te vinden als dienstbode. Ja. Amsterdam dat toen als magneet natuurlijk op dat soort meisjes aantrok, omdat dat was de wereldstad, hè, dat was de rijkste stad van Europa. Dus zij trekt daar naartoe en heeft een onderkomen. Na twee weken moet zij haar huur betalen, kan dat niet betalen. Krijgt woorden met haar huisbazin en slaat die huisbazin met een bijl dood. Nou, dat verhaal dat is historisch gedocumenteerd. Dus tenminste, we vinden het terug in de archieven van Amsterdam. En Rembrandt heeft daar een ets van gemaakt. Een heel klein etsje, maar van 12 tot en met 13 centimeter, zoiets zo groot. En Margriet de Moor heeft die ets gezien van hem. Hij is in het Metropolitan Museum in New York, hebben ze hem in depot. En ze was zo gefascineerd door die ads dat zij dacht, wie is toch dat meisje? Nou, we weten helemaal niet veel van haar. We weten alleen dat zij dus uit Denemarken kwam. En ja, daar zien we de ads. Ja, voor de mensen thuis, je kunt kijken via obalive.nl ook. Ja, zij hangt daar dus aan. Dat is het meisje, aan de galg. Ja, Elsje Christiaans, met die bijl daar ook naast. En zij hangt daar op het galgenveld in Amsterdam-Noord. Althans, ja, dat zie je om de hoek eigenlijk, aan de andere kant van het ei. Ja, aan de andere kant van het ei. En zij heeft eigenlijk een hele verhaal bedacht rond deze Elsje. Ze was heel erg gefascineerd door deze geschiedenis en heeft natuurlijk als romancier heb je natuurlijk de vrijheid om daar een heel verhaal omheen te schrijven. En die heeft achteraan. Dus je volgt als lezer dat verhaal van Elsje Christiaans totdat natuurlijk zij uiteindelijk doodgaat. Nou weet je dat einde al, dus dat is niet spannend. Maar ze weet natuurlijk op een hele een mooie, beschrijvende manier het meisje een leven te geven. En ja, tussendoor lees je dan de tobbe van de schilder, ik zal hem ook maar de schilder noemen, die bezig is met een schilderij waar hij niet uitkomt, een jaar nadat hij zijn vrouw verloren heeft aan de pest. Dus het boek is ook heel erg doortrokken van de dood. Dat is natuurlijk ook wel een beetje, er hangt een waas van dood overheen. Alleen, zij weet het vrij luchtig te brengen. Ik moest ook meteen denken aan Der Tod und das Mädchen, hè? De schilder en het meisje van Schubert. Dan horen we die waas van de dood ook, zoals jij dat noemt? Vind ik wel. Ja. Gaan we even luisteren. Ja, die dood die hoor je zeker. Ja. Ja, dit heeft hij in 1824 gecomponeerd. Dus ja, de titel komt mooi daar, sluit mooi aan bij dat muziekstuk. Ja. Tweede boek. Alexander Hemon. Want daar komen we ook op het thema uit. Dat is wel een interessante geschiedenis. Die Alexander Hemon, dat is eigenlijk van oorsprong een Bosnier. Die naar Amerika ging in 1992. En toen vanwege de beschieting in Sarajevo niet meer terug kon naar Bosnië. Dus hij is daar noodgedwongen gebleven en werd in die zin ook eigenlijk een emigrant die zich in Amerika vestigde. En hij stuitte op het verhaal van een Joodse immigrant die de pogroms van Kiev had overleefd, zo rond 1908. Die was naar Amerika gegaan en die werd daar op klaarlichte dag door een politieagent doodgeschoten, omdat ze dachten dat hij een anarchist was. Die had in die tijd, dat teisterde Amerika. Mensen waren erg bang voor anarchisten en invloeden van buiten Amerika.
En dat verhaal is eigenlijk in de doofpot. Hoewel dat wordt nu een beetje een beladen sfeer. Ja, we nemen het hangt eraf welke betekenis je neemt. En hij is daar dus ingedoken, deze Alexander Hemon. En heeft onderzocht waar die man dus vandaan komt. Yeah. En je volgt zijn zoektocht naar deze. Want hij gaat dus helemaal terug naar Oost-Europa, naar Kiev. En om de sporen te vinden van deze Lazarus. Ja, zijn dat thema's die u aanspreken, Herman Vuijsje? Of literatuur die u aanspreekt? Of moeten we toch allemaal maar Herman Hesse lezen? Het eerste vind ik, ik kende dat plaatje. Een ongelooflijk aangrijpend mooi plaatje. En ook dat je weet inderdaad dat het hier net aan de overkant gebeurde. Ja. Dus dat vind ik heel mooi. Ik heb wel altijd een soort ik ben een beetje een nuchtere non-fictie figuur. Dus ik heb altijd ook wel een beetje mijn bedenkingen bij het invullen van zo'n verhaal. Ik heb liever een A4'tje waar je precies leest hoe het gebeurd is. Een man van de feiten. Of een fictieverhaal, maar dat ertussenin, dat fiction, daar ben ik altijd een beetje beducht voor. Maar goed, hier is natuurlijk wel heel duidelijk dat hier ook geen gegevens over beschikbaar zijn of zo. Dus dat lijkt me wel een heel mooi boek. Nee, en we moeten het gaan lezen. Ja, ik vind het wel. Ik vind het heel mooi, heel beeldend geschreven. Ik had een paar keer dat ik even uit het boek opkwam en ik dacht, oh ja, het is 2010. Kun je een fragmentje doen, tot slot? Van Margriet de Moor dus, de schilder en het meisje. Nou, het eindigt op het moment dat Rembrandt die ets maakt van het meisje. Dus hij zit daar. En zij weet dat wel heel beeldend te schrijven. Dus ik zal de slotalinea lezen. Waar ik helemaal niet zoveel mee weggeef hoor. Maar het is wel heel erg mooi. De dag is bijna ten einde. Hij duurde lang. In de lage zon zeilen de schepen nog steeds op de haven af. Of juist er vandaan. De schilder mengt inkt met een beetje water. Hij kijkt voor de zoveelste keer naar het meisje en buigt zich over het papier op de tekenplank. Met een plat penseel geeft hij de plooien om Elsjes buik en benen, de onderkant van haar arm en de zijkant van haar gezicht, voorzichtig, spelend met licht en donker, volume. Dankjewel, Michel Kornev. En volgende week zit je er weer.